Tim van Rijswijk van VRB Adviesgroep. Hij komt het al jaren in ons programma, maar wat hij de laatste keer meemaakt, heb je nog nooit meegemaakt, hè? Nee, Harry. Dit boekje, de wet DBA en de ZZP-BV. Hoeveel is hebben ze er opgevraagd? Harry, het is ongelooflijk. Ik heb vorige maand zat ik hier. Toen heb ik dat boekje heb ik dus gepresenteerd hier in de uitzending. Inderdaad, de wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP-BV. En wat, toen ik meegemaakt heb, heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Er zijn zo ongelooflijk veel boekjes aangevraagd. Eigenlijk via onze website. Ik heb eerder boekjes gepresenteerd. Maar zoveel als nu heb ik niet eerder meegemaakt. Hoe komt dat, denk je? Nou, het probleem in Nederland is dus eigenlijk nog vele malen groter dan dat we aanvankelijk bij VEB verwachten. Er zijn niet alleen ZZP'ers die het boekje hebben aangevraagd, maar met name ook heel veel bedrijven die dit boekje hebben aangevraagd. En dat is ook niet zo vreemd, want bij die bedrijven die samenwerken met ZZP'ers, daar zit natuurlijk in feite de angel. He, want wanneer een ZZP'er met een bedrijf samenwerkt en de Belastingdienst die stelt dat het een arbeidsverhouding is, dan moet dat bedrijf moet in principe gewoon loonbelasting en premies afdragen en kan achteraf ook worden geconfronteerd met naheffingen van de fiscus. Dus die ZZP'ers en die bedrijven die vragen nu en masse dat boekje aan. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd van nou dan bieden we dat boekje ook deze maand nog kosteloos aan. En kunnen ZZP'ers en bedrijven kunnen dat boekje dus ook nu nog via onze website kosteloos aanvragen. Je vertelde me over een hogeschool in Rotterdam. Die heeft liefst 650 ZZP'ers in dienst. Ja, ja, dus er gebeurt nu heel veel. En wat onder andere is gebeurd nu, is dat er de Hogeschool Rotterdam inderdaad, die werkte met 650 freelance docenten, ZZP'ers. En daarvan heeft de fiscus nu gezegd, van beste hogeschool, die ZZP'ers, die zijn in feite gewoon bij u in loondienst. En daar moet u dus nu een loonbelasting over afdragen en premies. Dus die hogeschool, ja, die moet daar nu iets mee. Die zit daar mee in hun maag. Nou, is een beetje vestzak, broekzak, want die scholen worden betaald door de staat. Ja, maar een arbeidsverhouding heeft natuurlijk geen zin. Hè, want dat heeft Asscher ook al dichtgezet, die route. Dus nu moeten ze gaan kijken van, ja, wat willen we daarmee? Moeten die docenten zich melden dus bij een uitzendbureau of payrollbedrijf? Of richten die docenten hun eigen ZZP-BV op? Van waar ze zichzelf dus uit kunnen gaan verhuren. Ja, want het fenomeen ZZP-BV, daar ben jij mee begonnen. Maar wat houdt dat nou in? Ja, daar zijn we een tijdje mee bezig inderdaad. Leg dat nou eens kort uit. Ja. Iemand die... Nou, als ZZP'er richt je dan je eigen BV op. Daar kom je in loondienst. Is dat duur? Nee hoor, dat is helemaal niet duur. Een notaris die rekent €300 voor de oprichting van een BV. En je komt in dienst bij jouw eigen ZZP-BV. En vervolgens verhuurt jouw BV jou als ZZP'er aan die opdrachtgevers. En heel veel banken hebben nu dus al gezegd dat ze per 1 januari 2017 niet meer gaan werken met ZZP'ers. Het risico is te groot. Dus dit is een hele mooie oplossing. Richt je eigen ZZP-BV op. Kom in dienst bij die BV en verhuur je dan aan die opdrachtgever. En dan weet die opdrachtgever één ding zeker. Dat daar, bij die opdrachtgever, zal nooit en te nimmer een arbeidsverhouding ontstaan. Want die arbeidsverhouding zit namelijk in jouw eigen BV. Namelijk tussen BV en ZZP'er. Maar die ZZP'er die dat doet, wat heeft dat voor hem voor consequenties? Hij moet dan administratie gaan voeren, btw afdragen. Ja, dat moest in principe ook al, hè. Dus het is nu in feite van, oké, je bent ZZP'er vaak met een eenmanszaak. Moest je natuurlijk ook je administratie voeren en je btw-aangifte verzorgen. Dus daarin zijn de verschillen niet zo groot. Alleen je doet het nu vanuit een BV. En ik denk dat voor heel veel ZZP'ers zal uiteindelijk de keuze zijn, ja, kom ik thuis te zitten, omdat opdrachtgevers niet meer met me willen samenwerken. Meld ik me aan bij een uitzendbureau en ben ik daarmee mijn vrijheden kwijt als ondernemer? Of richt ik een eigen ZZP-BV op? En heb ik daarmee wel het beste van twee werelden? Want A, ik blijf natuurlijk ondernemer vanuit een BV. Maar ik ben ook in dienst van die BV. En ik ben ook verzekerd voor WW en voor WIA. Dus dat zijn een aantal voordelen die dan bijkomen voor die ZZP'er die daarvoor in die eenmanszaak niet had. Ik begrijp, je geeft ook informatiebijeenkomsten. Ja, wij geven heel veel informatiebijeenkomsten. We worden nu dus ook met name niet alleen op ons kantoor in Utrecht. Dan doen we 2 keer per week een informatiebijeenkomst voor ZZP'ers. Maar we worden ook door bedrijven worden we heel veel ingehuurd. Banken bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, wij weten ook niet wat we moeten doen. Dan vertellen we ze eerst hoe het zit. En dan organiseren we bijeenkomsten, ook voor de ZZP'ers
die met die partijen samenwerken. En dan leggen we uit wat is die wet DBA, wat zijn de problemen, wat zijn de mogelijkheden en wat is die ZZP-BV. En daarvoor heeft zeg maar VEB ook het ZZP-BV-concept in de markt gezet. Waarbij we dus de gehele oprichting van die ZZP-BV verzorgen. Inclusief fiscaal akkoord van de Belastingdienst. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat even mee te geven. Want met zo'n fiscaal akkoord in je hand, met zo'n vrijwaring, heb je gewoon een document van de fiscus, waarin de fiscus jou als ZZP'er gewoon vrijwaart. En ook die opdrachtgever voor. Het alternatief voor de VAR-verklaring van vroeger. Ja. Maar vervolgens, en dat is denk ik een heel groot onderscheid van andere partijen in Nederland die soortgelijke BV's oprichten, is dat wij dus het ZZP-concept aanbieden, maar we doen ook de administratie, de boekhouding en de jaarrekening van die BV's. En dat is een alles-in-één pakket in feite. En daar kun je van tevoren afspraken over maken wat het kost? Ja, we hebben dan een vast bedrag per maand. En daarvoor doen we dus die administratie, de boekhouding en de jaarrekening en dan fiscale aangifte. En dat ZZP-concept kunnen we daar in feite kosteloos bij aanbieden. Okay. En dus hoeven we niks extra's voor te rekenen. Okay. Bedankt voor het gesprek. En wilt u nog meer informatie, u kunt dit boekje nog aanvragen op internet. En daar staat alles in. Hoe lang is dat nog beschikbaar? Nou, in ieder geval nog deze maand, tot het einde van de maand. Okay. Ja. Bedankt voor het gesprek.